Dames en heren, er is een bezorgdheid bij enkele burgers van Suriname over de prijzen van aardappelen en uien, voornamelijk in de winkels. En het ministerie heeft gemeend om daar wat uitleg over te geven. Er is een trend aan het ontwikkelen op de wereldmarkt en het gaat om de prijzen van voornamelijk gewassen die worden geïmporteerd vanuit Europa. Op het moment is er een hittegolf gaande in Europa en als gevolg van de droogte zijn een aantal oogsten mislukt. En het gevolg daarvan is dus dat er een schaarste is en dat de prijzen omhoog gaan. Wij van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme volgen deze trend al een aantal weken. En het baart ons wel zorgen en we verwachten dat deze trend zich zeker nog 3 maanden zal aanhouden. In de tussentijd zult u hebben gemerkt dat de prijzen van de, voornamelijk de aardappelen en de uien flink zijn gestegen in de winkels. Wij van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme zullen er alles aan doen om de prijzen in de winkels beheersbaar te houden. We volgen de ontwikkelingen op de markt en we zijn in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij ook bezig om alternatieven te bekijken voor producten als aardappelen. En zeker ook om onze eigen productie te stimuleren. Het is een zorgwekkende situatie met de prijzen, maar het is ook een kans voor ons om onze eigen productie op gang te brengen, om onze eigen producten te promoten. Wij vragen u begrip voor de situatie. De ECD doet er in ieder geval alles aan om de prijzen in de winkels te controleren. Er is een consumentenzaken-app, de COSA-app, ontwikkeld, waarmee u ook als burger problemen, vermoedens van prijsopdrijving kunt doorgeven. Middels de app, de ECD, zorgt ervoor dat in ieder geval alle meldingen serieus worden meegenomen. Wij willen u op het hart drukken dat niet iedere prijsverhoging een prijsopdrijving betekent. En we vragen in ieder geval de samenleving voor de medewerking. De winkeliers vragen wij voor de medewerking, de importeurs, maar ook u als consument om een steentje bij te dragen om in ieder geval deze situatie te overbruggen. Wij van de regering betreuren het in ieder geval dat er mensen zijn in de samenleving die misbruik willen maken van de situatie door te stellen dat de prijsstijgingen te maken hebben met de maatregelen van de regering om de salarissen van de ambtenaren te verhogen. Daar is niets van waar. Er is momenteel sprake van een hittegolf in Europa en als gevolg daarvan zijn de oogsten zwaar tegengevallen in Europa. De mediaberichten in het buitenland liegen daar niet om. De prijzen zijn de afgelopen paar weken flink omhoog gegaan, voornamelijk aardappelen. En dat is ook merkbaar in de schappen in Suriname. De prijsstijgingen van dit soort importproducten zijn buiten onze invloedssfeer. En wij roepen nogmaals de samenleving op om de eigen producten te blijven ondersteunen. Wij van het ministerie zullen in samenwerking met het ministerie van LVV en het ministerie van Financiën in ieder geval erop toezien dat de eigen producten veel voordeliger op de schappen zullen komen. En wij zullen van de gelegenheid gebruik maken om onze eigen producten te promoten. Wij vragen aan u, kies uw eigen producten. Sranasani, Wisani.